Ja, Henk Vreese, 2-2 gelijk tegen PSV. Maar wat voor gevoel overheerst er nou nu na de wedstrijd? Ja, tweeledig, moet ik eerlijk zeggen. Het is een gevoel zoals de jongens. Hè. Ik kwam net in de kleedkamer en er is toch een groot gevoel van teleurstelling. Maar bij mij is er ook een gevoel van toch heel erg trots op mij, jongens. Als je gaat kijken, datgene wat we van tevoren hebben afgesproken, hoe zij dat uitvoeren, daar kan ik wel heel veel respect voor opbrengen, ja. Ja, want qua veldvoetbal, wat was een beetje het idee vooraf? Jullie maakten het PSV heel lastig namelijk. Nou ja, kijk, het is duidelijk. We weten dat PSV in een moeilijke fase zit. We weten dat PSV, vooraf weten we dat PSV ook een aantal spelers mist, een aantal belangrijke spelers. Het blijft uiteraard wel PSV, hè, waar we tegen spelen. Maar kijk, dat het in het plan een bepaalde strijdlust zat, een bepaalde discipline zat, maar ook op het moment dat we aan de bal komen, moeten durven voetballen, initiatief nemen, lef tonen. Ja, dat viel allemaal wel heel erg goed samen. Ja, en dat zeker na twee mindere wedstrijden, althans mindere resultaten voor jullie. Ja. Je hebt al heel vaak uitgesproken, ons hoofddoel is gewoon in de Eredivisie blijven. Ja. Dat gaat goed, hè? Ja, ik ben blij dat je het corrigeert na twee mindere resultaten. Want ook in die wedstrijden, Groningen, hè, is het heel erg ongelukkig. Want als we die penalty maken, ben ik van overtuigd dat we hem winnen. Utrecht vind ik dat voor mijn gevoel het maximaal haalbare gelijkspel was geweest. Maar ik denk dat we daar best zelfs nog recht op hadden. Dus ik had niet zo'n heel negatief gevoel overgehouden. Ik weet wel dat heel veel mensen dadelijk over 5 wedstrijden zeggen van ja, maar je hebt 3, 4, 5 keer achter elkaar verloren. Dat besef ik. Ik kan daar niet zo over denken, omdat ik moet zorgen dat ze weer klaar zijn voor de volgende wedstrijd. En dat ze dat zijn na 2 teleurstellende wedstrijden qua resultaat. Ja, dat hebben ze vandaag getoond. Vandaar dat ik ook heel erg trots ben. Plus ook nog eens door de week voor de beker gespeeld. Dus nogmaals, de ploeg wordt mentaal steeds beter in mijn optiek. Voetballen kunnen ze al. Ja, maar het gaat dus goed op Spangen. Waar droom jij dan eigenlijk van nog met deze club? Ja, ik droom, de allerbelangrijkste droom, ik heb een aantal dromen. Maar de allerbelangrijkste is in de Eredivisie blijven. Dat vind ik de allerbelangrijkste droom die ik moet hebben. Maar stiekem, Henk, droom je toch wel verder? Ja, maar dat natuurlijk, ik wil graag winnen van een topclub. En ik wil graag, weet je, zo hoog mogelijk misschien wel het linker rijtje. En natuurlijk droom je van Europees. Is dat realistisch? Nee. Maar ja, daarom heette het ook volgens mij dromen. Maar de belangrijkste nogmaals is Eredivisie behoud. Ja. Vooraf sprak ik jou aan het begin van het seizoen. Dan zaten we een beetje te dolle. Zeiden van Sparta gaat voor 60 doelpunten. Je zit nu op 21 na, wat is het? 12 wedstrijden? Ja. Ja, nou ja, kijk, we scoren behoorlijk. Krijgen ook wel wat tegen. Maar ja, dat is inherent. Hè. We spelen iets meer aanvallend en iets meer naar voren. En we hebben ook wat meer voetballende jongens erbij nu. Maar ja, we moeten dit vol zien te houden. En we hebben gewoon een hele goede groep. Een hele leuke groep. En waar we dadelijk ook iedereen voor nodig zullen hebben. Want dit was wel een behoorlijk pittige fysiek gezien.